Hoi man, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En jullie zien hier dat ik buiten in het pikken donker sta. Ik word eventjes met lampen op mijn gezicht verschenen. Het is nu 2:30 midden in de nacht. En jullie zullen wel denken, waarom wordt deze video om 2:30 midden in de nacht gestart? Nou, dat heeft een reden. Ik ben namelijk logeerder bij 2 vriendinnen van stal. En er is nog 1 Mary bij ons op stal die moest bevallen. Nee, één. Er waren er in totaal 3 en er moest nu dus nog eentje bevallen. En ik mocht dus bij die bevalling zijn. Ja, sowieso was de kans dat we dat zouden redden op tijd zouden zijn bij die bevalling niet zo heel erg groot. Maar de nageboorte en zo kun je dan nog wel zien. En wat dus heel erg gaaf is, is dat Veulen is nu net geboren. En mijn moeder is hier naartoe onderweg om ons op te pikken en wij gaan naar stal toe. De geboorte is verder allemaal gefilmd, dus ik hoop dat ik dat allemaal in deze video kan zetten. Misschien kennen jullie het paard wel, Anna. Ik heb het misschien wel een keer in de video genoemd. Mijn moeder is daar nu, dus wij gaan snel in de auto stappen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het Veulen eruit ziet en hoe de nageboorte en dingen er allemaal uitzien. Dus wij gaan nu heel erg snel naar stal toe. Dus ik zie jullie zo meteen daar. Ja, hij loopt op mij ook. Hier heeft hij ingezeten. Filmen. Ja, dat heb je natuurlijk even in de. Jee, dat is groot! Ja, dit komt ook een uit. Ja, maar wie durft dit te voelen? Ja, ik. Doe dan. Ja, dat wil ik ook. We hebben water en zeep, hè, om het schoon te maken. Waarom wil jij deze stellen? Doe maar. Rustig maar. Rustig maar. Zoek jij, bent alleen maar bezig met je. Ja? Anna vindt het allemaal best. Ja, hier heeft het veulentje in gezeten. Ja, hier zit dus een veulen in. Nou, niet meer. Zat in. En dan, dit is dan de placenta. Ja, dan heb je dit de navelstreng. En dan heb je daar de placenta. Maar dan moet je ze even zo vasthouden. Moet je voelen. Dat is echt zwaar. Voelen. Ik laat hem los. Voelen. Doe hem hoger. Draai je om, Destin. Dat is dus echt super zwaar. Leg hem dan maar even uit de stal. Dan kunnen wij het veulen even met rust laten. Kijk, als je het dan ook voelt, is het dan heel warm. Dit is echt nog op lichaamstemperatuur, dit is al wel wat kouder. Dit zijn toch aardes die dit doorlopen, of niet? Oh, god, zie. Oh ja, dit voelt echt heel warm aan, hoor. Lekker. Kun je nou eens voelen? Ja, dat kan. De klok. Wat moet ik voelen? Kijk, nou ja, hier. Kom je nog? Voel maar gewoon hoe dat voelt. Oh, dat is gewoon glad. Heel glad. Ja, er zit natuurlijk stro in, omdat het ook nog eventjes de nageboorte iets langer wel te zee. Hoeveel langer komt allemaal dat allemaal aders? Ja. Dit is de navelstreng. Dat is de navelstreng. Dat zijn gewoon aders. Die twee of zo. Grote aders. Ja, dat zijn van die bloedaders. Eén slagaders of een ader? Weet ik veel, bio. Oh ja, dit is ook heel hard. Nou ja, heel hard, maar wel semi-hard. Toch beter. Nou, ik wil ook nog voelen. Oh. Oh, wat een kutteltje. Ja. Nog. Jezus, dit heb ik echt nog nooit gehad. Zo snel. Dat is de eerste poep. Dan gaat het goed, denk ik, of niet? Ja. Ja. Ja, nee, Anna, jij moet niet bij de buik zijn. Zij moet bij jouw buik zijn. Ja. Eigen dochter filmen. Destiny. Wat denk je dat zo'n beest 11 maanden in de buik doet? Ja, eten en groeien. Oh, dus? Hij kan poepen. Oh. Ik kijk ze. Ik denk ze, dat is leuk. Hey, dat is grappig. Laten we oppassen uit de deur. Oh. Hij zit een beetje vast, hè? Ja, ze was bijna daar. Ze is al gevonden, maar Loes. Oh ja, we hebben het allemaal stuurtje. Geweldig, hè? Allemaal duwt er zo'n vuurkant. Nou, Anna vindt het wel leuk. Leuk, hè? Ja, het is nog zo druk. Kijk, mag ik erin? Ja, dat is normaal. Ja. Ja, ze doet het super. Ja. Maar het zijn jou die kreeg. Drink het? Nee, het is het. Ja, dat is de baby. Je staat op mijn broekspijp.
goed zo. Rustig maar. Rustig maar. Daar moet je heen. Goed zo. Nee, daar moet je heen. Oh. Ik schoen al aan. Oei, oei. Goed zo. Ja, ja. Ja. Iets verder. Goed zo. Kom, ik kan het ook. Goed zo. Goed zo. En we horen dan thuis. Zo, hè? Ja, iets wel. Ja, die zit aan de goede kant. Wacht wel. Ja, bijna, hè? Je bijna. Bent er bijna. Je bent er bijna, meisje. Kom maar. Hij heeft een baard. Nou, van de week heeft het wel het uur gehoord net. Hij heeft een baard. De vrouw met de baard. Kom maar rustig. Ze heeft een baard. Ja, dat is ook nog zo. Dat is hetzelfde als Fatima. Je hebt een baard. Ja. Je zit aan de goede kant, hè? Oké, okay, nou, ik sta hier nu bij het veulentje. En kijk jongens, hoe schattig. Het is een merrie en ze heet Olivia. Hoi! We proberen dat ze gaat, dat ze melk gaat drinken, maar dat, ze zit er nog iedere keer net niet op, zeg maar. Ze gaat niet de hele tijd naast... Oeh, daar gaat ze. Nog net niet op, maar het is nu... een half uurtje later dan dat we vertrokken, zeg maar. Het was trouwens 2:30 en niet 2:30. Laten we het ophouden dat ik mijn lens er niet in had of zo. Dus ja, maar Anna is super lief. Het is haar eerste veulen. En ja, ze weet eigenlijk gewoon, het is volgens mij, zoals ik heb gehoord, heel snel gegaan. Ik hoop dat het, misschien dat ik de beelden heb. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ja, het is echt een super... Oh, het is echt een super schattig veulentje. En ja, een bonte dus. Net zoals Mojito, ook een bonte. Want er zit dus een bonte papa op, zeg maar. Op Anna. Oh, oh, oh. Het veulen gaat tegen me aan, sorry mensen. Kijk dan, hoe cute. Oh. Zo schattig. Ja, ik vond het net echt super raar om die placenta en baarmoeder of zo, of wat het ook was. En... nageboorte te voelen. Dat was echt het ene deel dat er al uithing, zeg maar, dat was koud. En het deel wat net toen we aankwamen, zeg maar, uit het lichaam kwam, dus de placenta, dat was nog echt warm, zeg maar, lichaamstemperatuur. En we hebben het allemaal gevoeld. En dat was echt heel erg raar. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt, dus dat vond ik wel heel vet. Ja, het veulen is nu nog een beetje nat als ik het aai. En is het nog heel nattig, zeg maar. En het moet natuurlijk nog opdrogen. Maar echt, ik vind het zo schattig. Elk veulentje is gewoon schattig. Hoe je het ook met de kist zijn gewoon allemaal schattig. Dus ja, ik vind het echt mega vet dat ik hierbij mag zijn. Maar ja, ik was dus aan het logeren met mijn vriendinnen van stal. En wij waren vanavond tot laat hier op stal. Want we waren ook nog naar de McDonald's geweest en zo. En toen zeiden we zo, oh, als het maar... Eén nachtje nog wachten, zeggen we het veulen. Maar ja, dat doet het dus nog niet. Het is dus vannacht gegaan. Geboorte is gelukkig allemaal goed gegaan. En ja, morgenochtend zijn we ook weer vroeg hier op stal. Want er moeten foto's gemaakt worden nog van een paard. Dus ja, we zijn lekker vroeg op stal. Maar wel echt mega vet om het zo mee te maken. Dus ik ga nog eventjes kijken. Kom maar. Zo. Ja, dat is van binnen. Ik heb dat haar uit. Nee. Kantje achter de kont. Kom maar. Mick, zet die hond eens neer. Kom maar. Kom maar, doe jij even kon je handje. Oké. Dat is gelukt. Ik word een stillend erin doen of zo. Maar met de shirt laat me gaat het niet goed op. Maar, Nee, dat doe je ook echt goed. Dat is wel even een ander verhaaltje. Ja, graag hoor. Het is wel groot ook, hè? Mick, wil jij... Ja, heel mooi. Ja. Ja, goed. Nou, ik ga. Doei. Kijk, deze is al een paar dagen ouder. Wat schatje. En dit is majesteit. Die heb ik nog niet in de video laten zien, maar kijk hoe cute. Kijk, die gaat even voordoen hoe je moet drinken. Hier krijgen jullie de demo van majesteit. Zo.
gaat eerst daarachter kijken of je kan drinken. En dan heb je een strootje in je neus hangen. En ja, daar in de buurt van het plant, daar moet je drinken. Ja, ja, sorry, ja. Ja, en dan tik je even en dan weet ze dat je gaat drinken. En dan, ja, kijk, zie, dan ga je drinken. Met je strootje? Ja, met het strootje. Dan leer ik vast roken voor later met mijn sigaar. Ja, kijk. Zo moet dat, dus dan moet hij dat naast het ook doen. Ik kan het ook, dus iedereen kan het. En hier ligt Odin. Het eerste veulen van dit jaar. Die alleen maar ligt te slapen. Ja. Allemaal op een rijtje. Dus Odin, Majesteit en... Oh, hij gaat drinken, denk ik, Def. Dus ze zit weer te gillen. Olivia. Oké, nou, ze hebben buiten gespeeld en ze staat nu weer binnen. Olivia dus met Anna. En ja, was echt super cute. Buiten ging ze ook liggen en ook een beetje galopperen en zo. En ja, het spel is gewoon gezond, staat goed op de benen, dus dat is wel echt super fijn. En ik vond het echt mega vet om erbij te mogen zijn bij die nageboorte. Ja, het liefst zou ik echt een keer zijn bij de geboorte zelf. Ik heb trouwens daar dus de beelden toch van. Dus die zijn ook in deze video vanaf bovenaf is dat gefilmd. Ik zou daar heel graag zelf een keer bij willen zijn. Maar ja, dit veulen was volgens mij echt al binnen 4 minuten. En voor ons is het vanaf dat huis, want ik was logeren met 2 vriendinnen van stal, zeg maar. En alleen vanaf daar naar hier was denk ik al iets van 11 tot 12 minuten rijden of zo. Dus dat hadden we nooit gered. Maar ja, het ging echt super snel. Dus dat was wel echt heel fijn. Helemaal omdat ze eerste veulen was. En ze was zo rustig. En ze is zo beschermend. Dus dat is wel echt heel leuk. Even een duimpje omhoog als jullie het veulen ook zo schattig vinden. En ook alle andere twee veulentjes. Gelukkig zijn alle bevallingen gewoon goed gegaan hier op stal. Daar ben ik wel echt mega blij mee. Dus ja, geef deze video een duimpje omhoog. En wil je nou nog mijn vorige video zien, check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!